Volkswagen noemt het de kever van de 21ste eeuw, want ID3 wil de mensen in de elektrische auto krijgen. Maar heeft hij over de juiste argumenten? Met andere woorden, is dit de elektrische Volkswagen van morgen? De gedetailleerde wegtest met de Volkswagen ID3 leest u in Autogids 1068 of op de website autogids.be, waar je ook de vergelijkende test met Nissan Leaf kan vinden. Die kan je ook nalezen in Autogids 1070. Vandaag gaat het evenwel over de ID3. En we gaan eens bij Steven horen hoe dat juist zit. Volkswagen heeft over een revolutie, maar esthetisch zie ik het niet meteen. Ik ben niet alleen. De meeste mensen die mij erop aangesproken hebben op de ID3 weten dat het iets speciaals is, omdat er heel veel reclame over gemaakt is. Maar de meeste reacties is van ja, het lijkt precies een beetje een Golf te zijn. En dat klopt ook wel. Ja, we kennen Volkswagen als een beetje de CD&V onder de autoconstructeurs. Dus ze hebben toch een zekere voorzichtigheid ingeboden en hebben eigenlijk een zeer herkenbare silhouet gemaakt. Dus op dat gebied, op esthetisch gebied, kan je moeilijk beweren dat hij even revolutionair is als de kever. Hè? En onderhuids, is het dan een e-golf die doorontwikkeld is of is het een volledig nieuw platform? Het is een volledig nieuw platform. En dat is eigenlijk het jammer aan heel die zaak, dat Volkswagen niet meer esthetische durven heeft aan de dag heeft gelegd. Want het is technisch gezien is dit een grote revolutie. Hè? Dus de eerste auto van Volkswagen, of van de hele groep zelfs, op het MEB-platform. Dat is het modulair elektrisch bouwkasten. Dus specifiek platform gemaakt voor elektrische aandrijving. Daar komt met een aantal voordelen. Vandaar dat de vergelijking met bijvoorbeeld een Golf technisch gezien helemaal niet opgaat. Ja, je ziet dat hier. Hè? Die wielen staan extreem op de hoeken. Door het feit dat je de motor achterin hebt zitten en hier van vooraan bijna niet. Dus ja, je hebt echt heel veel plaats. Dat maakt dat je een heel lange wielbasis hebt. Die wielbasis is 2 centimeter korter dan die van de Passat. Terwijl de omvang in lengte de ID3 2 centimeter korter is dan een Golf. Dus je zit eigenlijk met het interieur van een Passat in een koetswerk dat plusminus dat van de Golf is. Dus dat alleen is al bijzonder revolutionair. Maar ja, kijk, als de grootste frivoliteit daarachteraan het plakkertje moet zijn of de lichtshow vooraan, ja. Ik vind hem ook nogal plastiekerig geoogd. Is dat voor de aerodynamica of... Er zijn sowieso aerodynamische voordelen. Ja, hier vooraan heb je dat zwarte schild. Dat helpt wel om de lucht af te leiden, zal ik maar zeggen. Het nadeel van een elektrische auto is dat die momenteel naar ontwikkeling toe gigantisch veel kost. En dat maakt dat zelfs Volkswagen ook op de kleintjes moet letten. Maar zullen we misschien eens binnenin gaan kijken? Het plaatsaanbod is precies wel in orde. Ja, zoals ik al zei, wielbasis van de Passat. Dan krijg je ook de interieurruimte van de Passat. Plus het feit dat de batterijen in de vloer zitten, maakt dat je een hele grote open ruimte krijgt waar Volkswagen echt wel gebruik van heeft gemaakt op een zo nuttig mogelijke manier. Het opbergvak hier in het midden is een van de handigste die ik al gezien heb. Ook naar zitpositie toe. Je zit iets hoger. Het is nog niet sufniveau, maar het scheelt niet veel. Dus de instap. Houding en positie is perfect. Ook de zithouding voor terrein is zeer goed. Ja, het dashboard-concept is wel helemaal anders dan bij een Volkswagen Golf. Ja. Het is te zeggen, navigatiesysteem is het MEB3. Dat is exact hetzelfde van de Golf. Ze hebben zelfs bij Volkswagen die verschrikkelijk knullige en onhandige bediening van airco en infotainment systeem overgenomen. Inclusief de al even knullige en onhandige stuurknoppen. En dat is eigenlijk wat mij het meeste stoort aan die ID3. Het is in het interieur pas dat je ziet hoeveel Volkswagen heeft willen besparen of hoe duur de ontwikkeling eigenlijk is geweest van die elektro-infrastructuur. Maar ja, die bediening van die airco met die schuifregelaars en die drukknoppen op het stuur, ja, dat is zuiver en alleen om geld te besparen. Hè. En dat is nog niet het enige. Ja, kijk. Allemaal harde plastics. Het enige zachte materiaal is hier. Dus het is ook bijzonder omslachtig gedaan, sommige dingen. Bijvoorbeeld de ruitenheffers voor achteraan, die zijn hier niet. Je moet eerst op een knop, de rear-knop hier duwen. Dan pas kan je de ruiten achteraan bedienen. Ja, 2 schakelaartjes extra, dat gaat nu toch de wereld niet zijn, denk ik dan. Maar goed, ja, kijk, Volkswagen heeft het gedaan. En zo zijn er nog wel een aantal van die kleine... Ja, de dingetjes. Bedekking van de zetels, die lijkt me ook zo nogal... Ja, dat is... Dat is een heel mooi verhaal. Volkswagen probeert ons dat dan verlappen als zijnde. Ja, dat is een ethische keuze, want wij gebruiken geen dierlijke materialen. Ja, sorry. Hè.
We kennen een Amerikaanse constructeur die net hetzelfde doet voor hun plastic, dat dan zogezegd leder moet zijn. Ja, nee, hè, dat is gewoon geld. En dat stoort mij echt wel maatloos en dat is echt wel Volkswagen waardig. En iets revolutionairs te vermelden, de schakelpook, de IQ Light, wat was ja, die schakelpook, ja, dat hebben we bij de i3 van BMW gezien. Die ID3 neemt dat nu over, maar de i3 doet het wel, van BMW doet het wel op een veel ergonomischere manier. Dus ook daar. Hè. En dan heb je nog het IQ Light, dat is een grote ledstrip die net onder de voorruit zit, die bepaalde signalen geeft, bijvoorbeeld als een navigatiemelding doorkomt, gaat hij dat vertalen in licht. Maar veel meer dan show is dat eigenlijk ook niet. Dus naar revolutionair binnenin, nee. Oh, wacht, voordat je de koffer open doet, kijk. Achterlichten, gerecycleerd, kostenbesparing. Plastic, hè? Deze heeft nu wel een functie. We hadden daar net van voor ook over dat plastic stukje voor de aerodynamica. Ook de spoiler achteraan helpt de aerodynamica. Maar ja, hè. Is ook niet van het beste materiaal. Maar goed, de koffer dus. Nee, het is manueel. Ja, ik weet, we zijn tegenwoordig zodanig gewoon aan elektrische kofferkleppen, maar besparingen alweer, dus geen elektrisch bediende kofferklep. En de kofferruimte zelf, 385 liter. Het is correct, maar dat is geen Passatniveau. Hè. Nee, de motor zit eronder. Natuurlijk. De motor zit eronder en als je dat bekijkt, dan is het inderdaad wel zeer correct qua wat je krijgt aan ruimte. Nu, het jammer is wel, ja, je hebt hier één opvangbak voor één kabel, maar je krijgt er dan meestal wel twee mee. Ja, als je die, ik ben niet 100% zeker of die standaard is, maar gesteld dat die er is, ja, dan ligt die dus wel los in je koffer. De meeste constructeurs, of sommige constructeurs, lossen dat op door een opvangmogelijkheid te voorzien vooraan. Maar zoals we nu gaan zien, staat die niet bij de ID3. Steven, je zei dat de motor achterin zit. Wat is dit dan? Ja, dat is de sturende elektronica, voornamelijk de power electronics, zoals ze dat in het mooie Engels zeggen. Bizar dat hier geen frunk zit. Bij de meeste elektrische wagens, voor mensen die met een elektrische wagen rijden, zal dat geen geheim zijn, zit hier meestal een opbergvakje waar dat dan de kabels in kunnen, omdat hier dan toch geen motor zit. Maar klaarblijkelijk was daar geen plaats voor, dus ja. Moet je er een beetje op kijken, op die power electronics. En de batterijen, waar zitten die dan? De batterijen die zitten MEB, zoals dat net gezegd, dat is een specifiek chassis waar de basis eigenlijk de batterijen zijn. Dus die zitten allemaal onder de vloer, in een sandwichvloer eigenlijk. En daar heb je dan een keuze tussen verschillende modules. Die gaan van 7, 9 tot 12 celmodules. En dat is dan respectievelijk 45 kilowatt, 58 zoals hier, en 77 kilowatt. En het opladen, hoe lang duurt dat? Wel, ja, als afhankelijk van waar je oplaadt, uiteraard, zoals dat een moderne elektrische auto betaamt, kan de ID3 zowel ja, wisselstroom of gelijkstroom ontvangen in zijn batterij. Het snelladen, dat gaat tot 100 kilowatt. Heb je de 77 kilowattuur, dus de sterkste batterij, dan gaat dat zelfs tot 125 kilowatt. En dan ben je ongeveer een half uur zoet om van volledig leeg naar 30% te gaan. Hij heeft een interne lader van 11 kilowatt en daarmee laad je aan een wallbox in ongeveer 6 uur van volledig leeg tot volledig vol. En heb je enkel maar een gewoon stopcontact, ja, dan ben je toch voor 30 uur vertrokken. Oké, okay. Je sprak over de elektrische motor achterin. Hoe krachtig is die en wat presteert die ongeveer? Ja, dat is ook afhankelijk van welke batterij je gekozen hebt. In het geval van de 58 kilowatt en de 77 kilowatt, dan is die 204 pk en 310 newtonmeter sterk. Dan heb je 0 tot 100 in 7,3 seconden. En eigenlijk het belangrijkste, een top van maar 160 km per uur. Wat voor een Duitse auto toch opmerkelijk is, dat ze die daar limiteren. Heb je het basispakket van 45 kW, dan heb je maar 146 pk ter beschikking. Dus dan gaan die sprintrijden gaan dan serieus naar beneden. En het verbruik van de elektrische motor? Ja, het verbruik. Volkswagen zelf geeft 15,5 kWh op. Nu, dat is... Ja, dan moet je toch met een paar eieren onder de potentiometer rijden. Wij hebben tijdens de test hadden wij een gemiddeld verbruik van 19,5, dacht ik. Wat niet super is, maar ook niet slecht. Ik zal alweer Tesla nemen als voorbeeld. Ja, die doen het toch wel een pak slechter. Ah, ja. En veel hangt af natuurlijk van de... Alles hangt af van de omstandigheden en uiteraard ja, van de bestuurder ook. Hè. Stevig
je graag sportief omschrijven, of is het toch gezamig? Tussen de twee, alweer, het is Volkswagen. Maar het is toch wel dynamischer dan bijvoorbeeld de Golf. Ja, dat is ook niet moeilijk, achterwielaandrijving en dan de batterij die zo laag ligt, dus een heel laag zwaartepunt. Dus ja, het is best sportief. En die achterwielaandrijving met 204 pk, is dat, komt dat goed? Ja, je voelt de elektronica wel ingrijpen als je echt heel hard en in direct op het gaspedaal, ja, de potentiometer gaat staan in dit geval. Maar wow, over het algemeen ga je nooit in problemen komen. En ik vermoed, Volkswagen heeft dat nog niet officieel bevestigd, dat er binnenkort ook wel een 4Motion variant zit aan te komen, gezien de ED4 wel een extra motor krijgt vooraan en daardoor dus een vierwielaandrijver is. Vermoed ik dat dat ook wel het geval zal zijn bij de ID3 en dan is er sowieso geen probleem meer. En rijd je via de one-panel methode of is het toch meer een zeilen? Zeilen, omdat ja, Volkswagen maakt daar ook een punt van bij zijn andere modellen, bij zijn conventionele modellen en ze trekken die lijn ook gewoon verder in de ED4. Ik persoonlijk ben daar niet zo'n fan van. Ik rij liever met die one pedal, dus waar je alles bedient gewoon met het gaspedaal. Er is wel een regeneratieve rem, maar die is lang niet genoeg om echt volledig tot stilstand te komen. En nu dat we het over de remmen hebben, goed opletten, want het rempedaal, de eerste slag die je, als je heel zachtjes induwt, is ook om te regenereren. En dat maakt dat het een heel spondig remgevoel geeft. Dus ik ben al een aantal keer verder doorgeschoten dan ik eigenlijk wou, gewoon omdat de remmen niet onmiddellijk ingrepen. Dus dat is ook wel een belangrijke. En, ja, en helemaal tot slot misschien om dit met af te sluiten qua rijden. Ook de velgen moet je mee oppassen. Neem ze niet te groot, want hij is vrij hard opgehangen. Ja, dat gewicht onderaan, dat moet je ergens kwijt. En dat maakt dat je op zeer korte oneffenheden, dat de ID3 nogal stuitert. Elektrische auto's zijn niet goedkoop. Wat kost deze Volkswagen ID3? Net onder de 30.000 euro voor de basisversie met 46 kilowatt. En dat is eigenlijk de link die Volkswagen ook wil leggen met de kever. De belangrijkste link. Dat is dat de ID3 als elektrische auto nu ook beschikbaar is voor iedereen. Net zoals de kever dat destijds, dat ook een beetje het idee was. Nu hoort daar wel een serieuze kanttekening bij. Want ja, dat is de 46 kilowatt in zijn absolute basistrim. Dit is de 58 kilowatt. Wil je een beetje rijbereik? Hier zit het gemiddelde rijbereik rond 350 kilometer. Ja, dus vind ik toch voor dagelijks gebruik heb je dat toch minstens nodig. En dan spreken we eigenlijk al over 35.000 euro. Plus, dit is een first edition, die bestaan nu niet meer. Dus nu zijn er verschillende gradaties. Die begint dan bij Pro en dan naar Live en Tour en ga zo maar voort. Je zegt dus niet meer klassieke opties? Nee. Opties zijn gedaan. Ja, je hebt nog opties. De kleur kan je uiteraard kiezen. En er zijn nog wel laadopties naar kabels toe en een wallbox en dergelijke meer. Maar voor echte aparte opties, zoals navigatie of dergelijke meer, ben je verplicht om nu in uitrustingslijnen te stijgen. En dan ga je heel snel van 35 naar 40, 45. En dan begint toch eigenlijk wel een duur verhaal te worden. Zeker als je dan ziet naar de afwerking waar we daar straks over hadden. Dan begint het toch wel wat te wringen. En dan vind ik eigenlijk, ja, dat je de vraag kan stellen, is dat nog wel zijn geld waard? Is het nog een Volkswagen, zou ik zo zeggen? Dus, al bij al, is de Volkswagen ID3 nu de kever van de 21e eeuw? Of... Ja en nee. Technisch gezien, ja. Omdat dat MEB-platform, hoe dat ze het technisch hebben opgevat, is vrij revolutionair. Dus daar kunnen we niet anders zeggen van, klopt. Alleen heeft Volkswagen het niet aangedurfd om dat ook technologisch en esthetisch te doen. Even revolutionair te zijn. Typisch Volkswagen. Wat maakt dat je eigenlijk een zeer goede allrounder krijgt, die overal zeer goed is, maar nergens echt bovenuit steekt. En daardoor kunnen we moeilijk zeggen dat het echt een revolutionair is. Dus meer de Golf van de 21e eeuw dan de kever van de 21e eeuw. Helemaal. Wil je meer video's zien zoals die van de Volkswagen ID3? Check het YouTube-kanaal van Autogids. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.